hoop groenafval gegeven. Ja, en een hoop groenafval. Eens kijken, hè. Rezi en Harry, de gemeenschapswachten van Beringen, botsen tijdens hun dagelijkse ronde op illegaal gestort groenafval. Elke keer als wij een ronde hebben, komen wij dat toch wel tegen. Het gaat niet enkel om groenafval, maar ook om vuilzakken die veel te vroeg buiten staan. Groenafval gebeurt, storten gebeurt heel veel. Vooral wie fietst, die gaat dat opmerken, dat daar overal langs wegen, langs paadjes, dat groenafval enorme hoeveelheden aanneemt als sluik stort. Het probleem met dat groenafval is dat mensen dat dikwijls niet zien als sluik storten. Het is natuurlijk materiaal, ze gooien dat daar neer en dat zal vanzelf wel vergaan. Uiteraard is dat heel storend, want dat ligt daar en dat ligt daar eigenlijk dikwijls heel lang voor leer dat dat vergaan is. Als we op ronde zijn en we komen dus sluikstorten tegen, dan proberen we uit te zoeken in de buurt van wie het eventueel kan zijn. Als het van niemand blijkt te zijn, dan schrijven wij het op en dat geven wij dan door aan Luc en die maakt daar dan een melding van wat op de groendienst terechtkomt. Ik heb hier een melding van sluikstorten in de Viekevorst, groenafval. Mannen, vandaag staat er een opruiming van sluikstorting van groenafval op programma. Meer groenafval gestort, ook wel omdat mensen denken dat het betalend is. Nochtans kan dat groenafval perfect afgevoerd worden, gratis. Tot nu toe is het groenafval nog altijd volledig gratis aan te voeren op het containerpark. En dan gaat het wel over het tuinafval, dus snoeihout, takjes, gras. Die worden volledig gratis aanvaard op het containerpark. Je kan ze ook aan huis meegeven, de kleine materialen in de composteerbare zakken. Grote materialen in een bundel samengebonden. En de bedoeling van alle beide ophalingen is eigenlijk dat ze gecomposteerd worden. We denken dat de mensen een beetje nonchalant zijn en gewoon maar zeggen van ze komen het toch opruimen en daar willen we hier in Beringen toch iets aan proberen te doen. Mocht je zelf een illegale stortplaats van zwerfvuil of groenafval willen melden, dan kan je altijd terecht bij de Milieudienst.